echt weten gaan. Gedankt heb ik tegen u. Tot dan, dit staat weer. Dat is een rare hoor. Ja, Hitoriko is gewoon de Japanse vertaling van enig kind of only child. Ik had het absoluut niet verwacht en echt langs geen kanten. En ik ben gewoon versteend aan telefoon en ik weet niet veel meer van dat gesprek aan telefoon. Ik had het echt niet verwacht. Dus hij ontdekt op een ongelukkige manier een nieuwe familie. En daardoor komt de band van vader en zoon onder druk te staan. Samoya! Het is niet dat ik met een bepaald thema echt vastwerk, maar uiteindelijk is het toch dat ik, als ik achteraf terugkijk, dan is alles heel familiegericht. Dus ja, ofwel zijn ze drie broers, dan is het grootmoeder, kleindochter, nu is het vader, zoon, dus het is eigenlijk altijd al zo familie geweest. Kom in, nou. Voor mij was eigenlijk iets van in het begin wel belangrijk om die verschillende talen te gebruiken, omdat ik zelf half Japans, half Belgisch ben. En mijn moedertalen zijn ook Japans en was Nederlands. Dank je, papa. Dus ik wou die altijd wel al eens op een of andere manier vermengen in één film of binnen één gezin liefst eigenlijk. En dat was eigenlijk ja, de perfecte kans om dat te doen. Ik heb die eigenlijk gewoon op de Japanse school gevonden in Brussel. Die had toch geen enkele acteerervaring, geen enkele, zelfs geen schooltoneel. Maar die was ineens geïnteresseerd en zijn ouders waren ook eigenlijk verbaasd dat hij geïnteresseerd was, omdat hij heel verlegen en gesloten is. En ik heb die echt zitten overtuigen achteraf van nee, uw zoon heeft het goed gedaan. Ja, ik denk dat ik zelf niet echt iemand ben die heel veel gaat praten en met iedereen gaat zitten babbelen. Ja, dat ergens automatisch is, dat dat niet echt via het veel praten en het spreken en woorden uitwisselen en zo gaat. En ja, dat tekenen is iets wat voor mij toch wel zo is van, je hebt niet veel woorden nodig, maar je bent wel samen aan iets bezig. In plaats van te zeggen van, ik voel mij slecht, komt er eigenlijk een krabbel op dat blad. Maar er zijn wel altijd nieuwe ideeën die komen opborrelen en die zijn wel allemaal redelijk binnen het familie of zo, het ergens eenzaam misschien. Allee, ik denk niet dat ik ineens met iets heel anders ga afkomen. Maar ik heb niet bepaald één idee van, ja, dit wordt het voor de wildcard te gebruiken.